ben ik hier. Nou, mijn vader vroeger, die was ook, begeleider van ons voetbalteam. We waren allemaal een jaar of 11. Het was in de jaren 50 en heel belangrijk was toen de hygiëne. Dus wat mijn vader deed, na het voetballen, keek je persoonlijk op toe dat al die jongetjes zich wel gedoucht hadden. Ja, dat was niet streng hoor. En dan als laatste mochten altijd twee jongetjes, mochten mijn vader inzeepen. En afspoelen. En dan hoor ik die ouwe nog zeggen, hallo jongens, ik ben hier van suikergoed. En in mijn naad wonen ook mensen.